Dag, dames en heren. Vandaag een rustige augustusdag. Om deze maand bijna af te sluiten. Een afwisseling van zonneschijn, stapelwolken, plaatselijk ook een aantal buien. Aan de kust brak vanmorgen de zon mooi door. En ook in het binnenland hadden we momenten dat de zon echt eventjes overtuigend tevoorschijn kwam. Maar tegelijkertijd, soms was de bewolking toch echt wel een stukje hardnekkiger. En plaatselijk kwam ook nog wel een bui voor. Dat zien we ook terug op de regenradar. In eerste instantie vooral in de kustgebieden. Ook richting Den Helder schoof uh, halverwege de middag een bui over. Maar ook in het binnenland zien we een paar van die hele kleine spikkeltjes. Zijn kleine, kortstondige lokale buitjes. Op heel veel plaatsen was het vandaag gewoon een droge dinsdag. Maar er komt verandering in het weer. En dat zien we op de satellietfoto's. Er ligt namelijk niet alleen boven Centraal-Europa een lage drukgebied. Wat op sommige plaatsen echt noodweer heeft opgeleverd. Maar er ligt ook een lage drukgebied in de buurt van Schotland. En dat komt geleidelijk aan afzakken. En ook andere lage drukgebieden op de oceaan schuiven later deze week onze kant op. En ja, die bewolking bij Schotland. Die schuift dus onze kant op, maar dat is niet alleen bewolking. Die witte spikkeltjes hier zo, dat zijn buien. En ook boven centraal Engeland, Schotland, de Noordzee, daar zitten al een aantal buien. Het komt allemaal onze kant op. Maar zover is het vanavond nog niet. Dan is het op verre weg de meeste plaatsen droog in Nederland. De zon die breekt nog eventjes door voordat hij ondergaat. En dat wordt steeds vroeger in deze tijd van het jaar. 15, 16 graden en niet al te veel wind uit een zuidwest- of westelijke richting. Vannacht in eerste instantie ook opklaringen, waardoor het in het binnenland nog kan afkoelen tot een graad of 10. Afgelopen nacht op sommige plaatsen zelfs een graad of 7 gemeten. Zo koud lijkt het niet te worden, want later in de nacht neemt vanuit het westen alweer de bewolking toe. Daar volgen ook al de eerste buien. En morgenochtend ja, dan zien we dat die neerslag zich over het hele land uitspreidt. Dus morgenochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Regenachtig, een beetje buiig in de middag. Dan breekt als eerst in het westen, maar later ook landinwaarts. toch ook nog wel af en toe de zon door. Maar ook dan is er nog wel een enkele bui mogelijk. En wie weet, een pittig exemplaar zelfs met wat onweer. De wind waait dan uit westelijke richting, voert relatief koele lucht aan vanuit de regio Schotland. Ja, dat betekent 18, 19, misschien in het zuiden van Limburg als het zonnetje in de middag nog eventjes doorbreekt, een graad of 20. Ook de komende dagen ligt de temperatuur zo rond die 20 graden. Donderdag begint nog op veel plaatsen met een beetje zonneschijn. Vrijdag zou wel eens een beetje een teleurstellende dag zijn wat zonneschijn betreft. Veel bewolking, een beetje regenachtig weer. Maar in het weekeinde, nou dan zien we in ieder geval dat de zon weer wat vaker tevoorschijn komt. En de temperatuur die gaat dan een heel klein beetje omhoog.